Hallo iedereen, welkom bij deze live shopping op JBC. Ik ben Céline, voor wie mij nog niet kent. Ik ben eigenlijk online content creator van onder andere het account Nice Family. En ik ga vandaag leuk samen met jullie shoppen, enkele baby must-haves overlopen. Deze live shopping gaat eigenlijk als volgt, dus ik ga heel wat items aan jullie tonen en die komen bij jullie eigenlijk meteen op het scherm te staan. Die kunnen jullie dan heel makkelijk eigenlijk toevoegen aan jullie winkelmandje. En jullie hoeven ervoor het scherm niet te verlaten. Dus jullie kunnen gewoon bij de live blijven. En dan daarna gewoon gezellig verder shoppen na deze live. Dus heel wel toppie. Ook nog heel belangrijk om te vermelden is dat er momenteel een hele leuke actie loopt. De Born to Win actie. Die loopt nog tot 31 maart. En dat wil zeggen dat als jullie shoppen bij de zwangerschapscollectie of de babycollectie bij JBC, dat jullie eigenlijk kans maken op een kinderleven lang JBC-kledij. Dus super leuk. En daarbovenop, ik had het al beloofd, nog een hele leuke extra actie. Waarmee jullie op het eerste item dat jullie shoppen 10% korting krijgen, op het tweede item 20% korting, op het derde item 30% korting en op het vierde item maar liefst 40% korting. Dus dat is ook wel een leuke, mooie extra lijkt mij. Zoals jullie misschien al weten, misschien nog niet, heb ik twee zoontjes. Ik ben mama van twee zoontjes. Mijn oudste zoontje heet Noah, die is 4 jaar oud. En mijn jongste zoontje heet Louis, die is 1,5 ongeveer. En zoals jullie misschien zien, is baby number 3 on the way. En dat is een meisje deze keer. Dus ik vind het super spannend deze keer na zo lang boys mom geweest te zijn om een meisje te mogen verwachten. Gaan toch zo wel heel wat andere spulletjes ook zijn. En daarbovenop is het ook nog eens een zomerkindje deze keer. Dus ik heb eigenlijk twee winterkindjes gehad, of ja, winter-herfst. Dus toch zo wel wat te koudere temperaturen. En nu voor de eerste keer een zomerkindje. Dus dat gaat toch ook wel een hele verandering zijn. En dan ga ik toch wel mijn spulletjes van haar moeten aanpassen. Gaan we zelfs ook eens samen overlopen. Voor ik van start ga met de baby must-haves, toch nog even snel mijn jurkje in de kijker zetten. Want dat is uiteraard ook van JBC en dat is van Atelier Maman en dat is ontworpen door mama's. Dus super tof, het zit ook echt mega comfy. Dus en beige uiteraard, ik ben een echte beige lover. Dus het past helemaal voor mij en zeker een aanrader. Maar goed, we gaan eraan beginnen, want hier hangen heel wat toffe spulletjes te wachten op jullie. Dus we gaan eens zien wat je nu zo allemaal nodig hebt voor een newborn baby. En ik ga hier meteen eens beginnen met de slaapzakjes. Deze is echt super cute. Echt een zomerslaapzakje, hè? Met een zomerprintje. Dus dat is voor mij ook nieuw na al die winterfliesen slaapzakjes. Toch een heel ander gegeven. En wat ik super tof vind aan deze slaapzakjes, is dat het zo een dubbel ritje heeft. Ik ga een beetje dichterbij komen. Dus dat is heel handig, zeker als je je babytje bijvoorbeeld 's nachts of zo moet verversen. Dat je niet heel het slaapzakje moet uitdoen, maar dat je gewoon eigenlijk de onderkant naar beneden kunt ritsen. Dan kun je heel makkelijk aan het pampertje. Wat ook leuk is en wat ik zelf vrij recent ontdekt heb, is dat hier zo'n opening is. Dat je perfect kunt openen eigenlijk met een drukknopje. En dan kun je ze eigenlijk in de maxi cozy zetten. En dan hoef je ze niet wakker te maken om daarna nog eens een slaapzakje aan te doen. Wat toch ook wel super handig is. En ook niet onbelangrijk bij de slaapzakjes is de tochtwaarde. Ook iets waar ik bij baby nummer 1 nog nooit van had gehoord. Ik denk dat ik toen gewoon slaapzakjes geshopt heb op basis van wat ik mooi vond, of zo van, oh, dat ziet er wel warm uit. Maar want tochtwaarde had ik nog nooit gehoord. Maar de tochtwaarde vertelt eigenlijk een beetje meer over de warmte van de slaapzak. Dus aan de hand van de tochtwaarde kun je zien van, is het eerder bedoeld voor in de winter, of is het toch echt een zomerslaapzakje. En bij zomerslaapzakjes is zo'n tochtwaarde van 0,5 wel een goede om aan te houden. Voor mij ook nieuw, eerste keer dat ik zo wat dunnere slaapzakjes ga kunnen gebruiken. Maar wel heel leuk en dus ook heel belangrijk. Je vindt het altijd terug aan de binnenkant van je slaapzak, maar het staat ook gewoon vermeld op de website.
En bij JVC is het natuurlijk heel leuk, want die hebben altijd super toffe matchy dingen. Dus een leuk pakje, een pyjamaatje en twee verschillende soorten. Eentje voor de allerkleintjes met voetjes natuurlijk. Heel handig vind ik zelf ook, want babytjes, let's face it, die houden echt nooit hun sokken aan. Om een of andere reden gaat dat altijd uit. Dus voor die allerkleintjes vind ik dit ook wel heel handig om zo met voetjes te hebben. Dus voilà, in twee formaatjes. En je hebt dan ook nog dit hele leuke slabbetje erbij. Wat ook weer matchy is met de slaapzak en de pyjamaatjes. Trouwens ook super leuk dat je dan bij het slaapzakje zo de mouwtjes er onderuit kunt zien komen. Dus dat vind ik wel echt heel cute. Dan gaan we eens verder kijken. Trouwens ook wel een leuk broekje. Schattig! Je hebt nog heel wat leuke slaapzakjes, uiteraard. Ik ga eens eventjes verder. Want een tweede must-have zijn toch wel de rompertjes. En de rompertjes hebben we ook in allerlei kleuren, uiteraard. Belangrijk om te vermelden. Je hebt overslagrompertjes en je hebt zo wat meer de gewone rompertjes. De overslagrompers zijn super handig voor echt zo ja, de newborns, de pasgeboren kindjes. Dat is heel handig, vind ik zelf, om zo al open te leggen op je verzorgingskussen. Dan kun je je baby daar zo gewoon op leggen eigenlijk. Moet je gewoon de armpjes er nog in steken en moet je dat niet over dat hoofdje zitten trekken. Dus dat is wel heel handig. En dan heb je deze, ook een leuk weetje bij deze rompers. Je hebt hier zo van die vouwtjes aan ja, de schoudertjes eigenlijk. En ik weet het nu al een tijdje, maar ik weet uit ervaring dat heel veel mama's het nog niet weten. Dus een tipje, deze zijn heel handig voor poop explosions, om het zo te noemen. Of de kakapampers, de befaamde kakapampers, die newborn baby's toch wel heel vaak hebben. Omdat je op deze manier niet het rompertje over het hoofdje moet trekken. Maar je kunt eigenlijk die vouwtjes heel gemakkelijk zo over het schoudertje naar beneden plooien. En dan moet je dat niet over het hoofdje zitten trekken. Dus dan blijft dat gedeelte toch al vrij van de poo explosion. Dan ga ik hier eens verder kijken. Want zoals ik zei, heb ik uiteraard een meisje op komst deze keer. En deze zijn toch wel heel, heel schattig. Echt super cute. Vooral de details. Check die mouwtjes. Echt zo van die pofmouwtjes. Echt heel cute. En ja, ook weer een overslagrompertje. Heel handig. En je hebt ook de drukknopjes. Die bij JVC toch wel heel gemakkelijk zijn. Die hebben alle drie een verschillende kleur. Dus dan gaat je eigenlijk nooit vergissen van welk knopje je bij welk knopje eigenlijk doet. Dus dat is ook wel een hele handige. De overslagrompertjes zijn trouwens tot maatje 56. Dus dat is echt wel voor de kleintjes. En de andere lopen natuurlijk op per leeftijd. Hier is ook een hele schattige met zo'n colletje. Daar ben ik ook heel grote fan van. Ik denk zelfs dat deze gecombineerd is met dit schattig salopetje. Dus dat is ook wel heel tof aan deze, omdat het ziet er zo niet uit als een rompertje. Maar het kan echt wel zo als t-shirtje ook dienen. Dus het kan echt gewoon perfect bij een outfit. Dus dat vind ik ook wel heel deugzaam. Ja, die hangen we eventjes terug. Trouwens, nog een tip die ik toch wel wil meegeven bij de rompertjes, is om genoeg maatjes in huis te halen. Dus voorzie echt verschillende maatjes voor je newborn baby, want je weet nooit op voorhand hoe groot dat die gaat zijn. Ik kan uit ervaring meespreken. Ik had bij Noah echt mijn eerste kindje veel te weinig rompertjes in huis, dus ik heb er echt instant moeten gaan bijhalen. En bij Louis had ik blijkbaar mijn lesje nog niet geleerd, want die kwam eruit en die was 54 centimeter en 4 kilo 880. I know. Echt een giga baby. Dus ja, die rompertjes van 50 kon ik al meteen aan de kant schuiven. Dus daar moest ik al meteen maatje 56 voor hebben. Dus mijn gouden tip, voorzie genoeg rompertjes in veel maten. En dan komt dat wel in orde. Dan ga ik eventjes verder. Want ik ben nog niet uitgepraat over de rompertjes.
Want de JBC heeft ook een hele leuke feature, namelijk Studio Uniek. En daarmee kun je eigenlijk je rompertje of andere dingen ook, zoals bijvoorbeeld een tetradoek, kun je personaliseren. Dus daar kun je iets leuks op zetten, zoals de naam, wat heel tof is. Is trouwens heel toevallig Noah. Dus dat had gekund bij mijn zoontje. Maar heel tof als je bijvoorbeeld pas je kindje ter wereld hebt gebracht en je wilt een aankondiging doen op Instagram of zo, of aan de familie. Je maakt een fotootje en voilà, ze zien meteen de naam. Maar ook heel leuk als je bijvoorbeeld Meter of Peter wilt vragen, kun je dat ook doen met een rompertje. Leuk personaliseren. Dat doet er me trouwens aan denken dat wij ook nog de Meter en Peter moeten vragen. Dus toch eens goed over nadenken. Maar voilà, ik ga ook zo'n rompertje kunnen gebruiken. Of een tetradoek. Dat brengt mij ineens bij de volgende must-have. Want tetradoeken zijn ook wel echt een must om in huis te hebben. Met een newborn kindje. Omdat daar kun je echt van alles mee. Het is echt voor alles goed. Tetradoeken zijn echt een wondermiddel. Kunt je dus ook personaliseren op KeiCute. Maar daar kun je mondjes mee afvegen, kwijl mee opdeppen. Boertjes waar wat iets bij is gekomen, kun je ermee proper maken. Maar evenzeer handig als je een wandeling gaat maken om over je buggy wat te gooien. Mits voldoende lucht nog natuurlijk, maar om een beetje als zonnescherm te dienen. Of in de zomer bijvoorbeeld ook. Ik weet bijvoorbeeld in de winter, pakte ik de baby's wel echt goed in de buggy. Warme dekentjes daarover en zo. Maar in de zomer is dat natuurlijk een heel ander gegeven. En kan een tetradoek ook perfect als dekentje dienen. Dat is ook wel echt heel ademdoorlatend, zo tetradoeken. Dus dat neemt ook goed zo wat zweet op en zo. Dus dat is ideaal om eigenlijk over je wiegje of zo, over het babytje nog te gooien als je aan het wandelen bent of zo. Dus tetradoeken, noteer het, ook een must-have. Dan gaan we eventjes verder kijken wat we hier nog allemaal hebben. Ik zou het bijna vergeten, maar natuurlijk, hoe belangrijk is dat eerste pakje, het geboortepakje, als die babytje pas geboren is. Ik vond het altijd mega belangrijk. Bij Noah heb ik lang gezocht, heb ik dan uiteindelijk iets gevonden. En bij Louis vond ik het echt niet. Ik had echt iets in mijn hoofd, ik vond het niet. Maar ik vind dat kei belangrijk. Dus begin op tijd te zoeken met je favoriete geboortepakje. En ik vind het ook super tof als het dan zo matcht, zoals met dit. Het mutsje, kijk hoe schattig. Dit pyjamaatje met voetjes, ideaal als newborn. En dan het mutsje erbij, want let's face it, je krijgt in het ziekenhuis wel zo'n mutsje, maar daar wil niemand zijn kind mee op de foto hebben staan. Dus laten we voor een eleganter mutsje gaan. Dit is echt mega cute. En ik ga ineens ook erbij vertellen van een handige hack eigenlijk. Als je bevallen bent om je kleertjes in IKEA-zakjes bijvoorbeeld, zo van die plastieke zakjes te doen in je bevallingstas eigenlijk. En dan kun je zo je outfitjes per rompertje en outfit leggen eigenlijk. En dan, want de verpleegster vraagt dan meestal van wat is je eerste pakje? En ik weet de eerste keer, ik was maar aan het zoeken in die tas. En die vond dan zo niet het juiste pakje wat ik in mijn hoofd had. Dus ik maak vanaf nu altijd zo zakjes en ik steek daar dan het eerste pakje in. Ik plak daar een sticker op met het eerste pakje. Kun je dat gewoon afgeven eigenlijk. En dat is wel ook een super toffe hack dat je meteen het mooiste pakje aan hebt. Er zitten ook wandjes bij, dus ook heel handig tegen het krabben aan het gezichtje. Dus voilà, super cute. Dan ga ik eventjes verder, want we hebben nog leuke zomer- en lente-must-haves. Want ik praat hier nu over mijn zomerbabytje, want bij ons gaat het echt een zomerbaby zijn. Maar voor de lente kan het ook allemaal perfect natuurlijk, hè. Dit pakje had ik jullie al getoond. Heel cute. Ook nog bijpassende sokjes erbij. En uiteraard ook weer een andere variant. Deze vind ik echt zo schattig. Ik zie het echt al helemaal voor mij. Met die frulletjes en zo. Mega cute. Ook nog een tof vestje. Voilà. En dan deze zijn zo echt wel een beetje de trends. Voor deze lente, zomer, jullie zien het al, het is zo echt een beetje
Ibiza-style, zo wat een gehaakt gedeelte en dan zo een tetra-stofje erbij. Dus dat is ook wel heel mooi. Ook weer beige. Ik zie me al matchen met mijn baby girl binnenkort. Dat gaat ook tof worden. Maar ja, hele toffe items. Zo'n vestje nog. En hier ook weer leuke accessoires erbij. Een haarbandje, sokjes. Schattiger kan het niet, denk ik. Dus voilà. Dan uiteraard hebben we ook nog leuke accessoires, want daar heeft JVC ook natuurlijk. Ik denk dat veel mensen dat nog niet weten, maar ze hebben ook zo'n super toffe tuttekoortjes en zo. En hier zo'n knuffelkonijntje. Mega schattig. Heel cute. Ook in een tetra stofje. En deze zonnebrilletjes. Ik ga ze wat dichter tonen. Toch ook wel een must have bij die lente- en zomerbabytjes. En er zit ook zo'n rekje bij. Dus dat het echt wel goed aanblijft. Want dat is anders ook wel een struggle met kleine kindjes. Om je dat goed op hun hoofdje te houden, toch wel. Dus voilà. Hele leuke items heb ik hier overlopen. Ik kijk er naar uit om zelf ons summer baby te mogen verwelkomen. Ja, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze live shopping. Profiteer zeker nog van de Born to Win actie, zou ik zeggen. Hij loopt nog tot 31 maart. Dus als jullie jullie slag willen slaan en nog zwangerschapscollectie willen shoppen of babycollectie, ga zeker eens kijken, want het is toch wel echt de moeite waard. En dan bedank ik jullie voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En wie weet, tot de volgende keer. Doei!